Hoe sterk is die Wilfried Bony? Ja, die is net een boom. Een boom blijft staan, hè? Ja, Bony ook. Had je er veel moeite mee? Nou ja, kijk, het is gewoon een onwijs goede spits. En daar hoef je niet over te liegen natuurlijk. En ik denk dat iedereen dat wel ziet. Niet alleen deze wedstrijd, maar ik denk dat hij volgend jaar sowieso bij de topploeg speelt. En ik denk dat we dan ook nog heel veel van hem gaan horen. In aanloop naar het duel tegen Vitesse praat je veel met je teamgenoten over Bony. Je weet dat je tegenover hem komt te spelen. Verwijt je jezelf nu iets dat je iets niet gedaan hebt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je inderdaad, wat je zegt, we praten erover als team zijn. En ik denk dat je als team zijn gewoon eigenlijk een hele goede pot hebt gespeeld vandaag. En tegen een nog beter Vitesse. Want ik vond ze gewoon echt heel goed spelen. En ik denk als ze zo door blijven gaan en zo dit vol kunnen houden, dat ze dan zeker gaan meedoen bij die bovenste drie. Hoe moest je Bony verdedigen? Ja, hoe moest je Bony verdedigen? Kijk, ik denk dat je op voorhand daar allemaal gedachten op los kan laten. Maar ik denk dat je vooral het moment zelf moet bekijken. Natuurlijk heb je ook duels gewonnen en dat moet je dan weer meenemen. Kijk, soms is het misschien het beste om niet het duel aan te gaan met hem. En juist laat hij maar het duel of ieder geval de bal pakken. En dan erop kletsen. Want lichamelijk, hij is gewoon zo sterk. Daar kom je gewoon niet. Dan kan je er proberen voor te komen. En dan draait hij van jou weg. Met jouw lichaam, zeg maar. En dan moet je gewoon een beetje slim zijn. Dat je dan die ballen probeert voor hem weg te kapen. Of even naast hem probeert te staan en dan het duel aan te gaan. Maar het is gewoon een wereldspits. Voel je jezelf dan af en toe een kleine jongen? Want hij tilt je af en toe op, hij zet je neer en hij is weg. Ja, maar dat vond ik wel meevallen. Kijk, wat ik zeg, soms moet je gewoon, heb je zoiets van, ja, dan moet je maar niet het duel aan gaan. Dat is gewoon soms lastig, maar dat heb je dan maar even te accepteren. Want je hebt gewoon te maken met een wereldspits. Het is een tijdje geleden dat jullie verloren hebben. Hoe komt deze nederlaag aan? Nou ja, kijk, ik vind dat het als groep zijn en als team zijn, dat we het helemaal niet zo slecht hebben gedaan. En ik denk dat we in de rust ook nog zoiets hadden van dat het er ook nog wel in zat. En dan valt net die derde, valt net even ietsje snel. En dan misschien gaan dan heel veel kopjes hangen, meestal dan bij ons. Maar ik vind dat we gewoon tot eigenlijk de laatste minuut gewoon hebben geknokt. En dat we geknokt voor wat we waard zijn en waren vanavond. En ik denk dat we nou, best gewoon tevreden mogen zijn met het vertoonde spel. En dat we gewoon lekker brutaal waren en dat we gewoon vooruit durfden te voetballen. En dat we dan gewoon dit mee moeten nemen naar de volgende wedstrijden. En dan kijk ik het gewoon helemaal positief in. Dus. Een nederlaag zonder gevolgen? Ja, nou, zo kan je het wel zien. Jammer dat er dan nog twee volgen natuurlijk qua goals. Maar wat ik zeg, eigenlijk viel die derde net even iets te snel. En ik denk als we langer op 2-0 hadden kunnen houden, dan... En we hebben natuurlijk gewoon wel aardig wat kansjes gehad. En dan viel die gewoon even niet lekker, dan is het even zuur. Slik je vannacht nog een keer wakker met de nachtmerrie Bony? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat je gewoon, wat ik zeg, als team heb je gewoon het optimale gewoon gedaan met wat we konden doen. En wat ik zeg, het is gewoon de wereldspits en daar kan je alleen maar voor klappen.